Gert en Seegers. Vlog met inhoud, hè? Dus dan sta je de hele dag met dat ding in je handen. De hele tijd. Ja. Zo, een goedemorgen. Het campagnevlog van dinsdag 7 maart. Het is vandaag een relaxte ochtend. Heet van de pers. Heet van de pers? Ja. Heet van de gisteravond pers. Want dat Rutte het zwaar, hè? Daar ga ik op geen enkele manier iets aan afdoen. Maar ik... Boze burgers. Boze burgers. Moet je? Waarom ben je zo agressief vanochtend, Joost? Het komt waarschijnlijk omdat we nog een week duurt. Meer dan een week. En we hebben ook de verkiezingsposters van de SP die worden overal weggehaald. Waarom? Ja, omdat ze super groot zijn. Joost had ook nog een theorie over waarom die posters verdwenen. Ja, omdat het een aars is. Een aars? Ja, een aars, ja. Joost denkt dat alles eruit geknipt wordt. Maar dat doen we niet meer. We moeten naar de kapper. De Astrid. Je zit in het vlog. Ze noemt ons vlog Melig. Dat is weird. Ik ga dus voorspellen nu, hè. We krijgen een kabinet VVD, CDA, D66, gedoogd door ChristenUnie en SGP. Nou, neem maar op hoor. Ja, wat ben ik aan het doen? Oh, sorry. Ja. Hier is die hoor. Ze zijn eigenlijk stiekem om opnames te maken hier. Ja, goedemorgen. Voor het vlog. Morning. En hoeveel geld zit je erop in? 100.000. Ik heb gevolgd. En terecht. In de comments kunnen mensen zeggen of ze het er wel of niet mee eens zijn. Het gaat erom dat het gaat gebeuren. Hallo, je moet met de mensen ook in het gesprek gaan. Oh god, moderne vlogger. Goedemorgen. Stel vooral vragen hier onder ons. En nog een keer, hier onder ons. Het valt me op, ik zie ons nu samen in dat shot, dat we een beetje hetzelfde aan hebben. We hebben het net even doorgenomen dat er dus ook echt mensen kijken. Nee, ik weet dat jullie ontzettend populair zijn. Fijne dag. Zo wil ik het ook altijd zeggen. Maar het is wel een geheimpje, hè? Dat ik jou een appje goede stuur van, bel even voor weer een afspraak. Ja. Wij twijfelen nu of dit een goed idee was, hè? Juist. Hier na mij is Jan-Peter Balkenende. Alsjeblieft. Volgende keer ga ik. Ja. Ik heb een nieuwe favoriete kap. Fuck you, echt. Morgen hebben we namelijk... Sybrand Buma. Van het CDA. Je wil graag premier worden, hè, Buma? Ja, van Nederland. Vooral kijken, 8:15, weer op Facebook, YouTube en NPO Politiek. En hier drukt, abonneer op het vlog van de NOS. Tot morgen.